met die chocolaatjes. Ik heb namelijk, er is deze week ook iets belangrijks. Dat is ook na onze zonvloed, want wij zitten nog 6 weken bij de Tros. Maar die hebben ons er gewoon uitgeflikkerd. Gadverdamme. Dus? Nou, ik heb gelezen deze week. Ja? Heeft de Tros 270.000 euro boete gekregen. Ja. Want zij maakte reclame, voor een kinderprogramma... wat gelinkt was aan een product van een supermarkt... die ik niet mag noemen. Want anders wordt dit eruit geknipt. Dus maar dat is een supermarkt met een letter uit het alfabet. De derde. En een getal. 900 plus 100. En nu heb ik mijn vriend Sappie, want je hebt het net over snoep... Ja? Heb ik even wat dingen laten halen. Is het veel kalm, en wat is nou hier leuk aan? Nee, dit is een verrassingsei van die supermarkt... waar ik het niet over mag hebben, maar wat nou het leuk is. Dit laat ik nou aan jou doen. Ja, die zat in mijn zak. Doe me weer aan het riool denken trouwens dit. Maar wat nou zo leuk is, wij kunnen dit nu gaan bekijken. Ja? En terwijl wij dit doen, gaat de boete voor de Tros omhoog. Kijk, daarom heb ik hier echt heel veel bij me. Ja. Want iemand van de Tros zei tegen mij... je moet even zeggen dat het heerlijke eieren zijn. Heerlijke eieren. Verrassingsei van een... van de D800. Ik zou zo blij zijn, want dan gaan de mensen morgen... gaan de mensen vergaderen van de Tros. Van, dit moet eruit, dit moet spaar eruit. Ze allemaal. Je kan, nee, leuk. Dat mag je niet zeggen. Dat mag je wel zeggen. Dat mag je wat wel zeggen. Spaar ze allemaal. Mag wel. Ja, dit maar zat in mijn zak. Als jij naar motorsport kijkt, hè, kijk je dan naar de 500cc of meer naar de 1000cc? Wil er iemand zo'n lekker servetje? Ik heb servetjes. Ik vind... Oh, dat zou dat goed zijn, zeg. Lekker balletje. Hoor, zijn een balletje. Makkelijk mee te nemen. Wat me dan wel tegenvalt van de Tros, is dat de Kika Kip er wel op staat, maar de Hazellip niet. Dat vind ik echt jammer. De Hiha Hazellip? Ja, we zijn toch één grote familie geworden in die 13 jaar. Ja, dat is snullig. De Hiha Hazellip is wel gieren brullen, ja. Maar dat is wel troep, zeg. Ja, die gast nog wel bij je. Ah, die is leuk. Die kijken. Die maken we Vla met bananensmaak. Dat is leuk. Maak even... Maar ik wil niet zeggen waarvan het komt, maar het komt van iets waar heel veel dieren rondlopen. Ken je dat? Ja. Trouwens, over de politie, hè? Dat C2000-systeem, dat schijnt helemaal niet te werken. Nee. Daar moeten we het ook nog even over hebben. Ja. Daar kunnen we het wel over hebben. Dat heet C2000. Deze is ook, maar deze mag denk ik niet, hoor. Hij is dit, wel is, leuk. Dit is echt wat nee, dat is in echt programma leuk. Zat. Poppetje. Nu moet ik het weghalen, want anders nou, goed, iemand nog iets over de film 2012. Die deze week in première is gegaan. De film gaat over het beruchte jaar 2012... wanneer volgens de oude Maya-kalender de wereld vergaat. De Belg Patrick Geriel, deskundige op dit gebied... voorspelt dat er in 2012 ook in het echt miljarden doden zullen vallen. Volgens hem heeft de NASA bekendgemaakt dat er een grote zonnestorm wordt verwacht. Zelfs zegt hij over 3 jaar te vluchten naar het Spaanse hooggebergte de Sierra Nevada. En hij adviseert, verkoop je huis, lever op los, na ons de zonvloed. Ab Klink heeft zich goed voorbereid op de zonnestorm... en alvast 34 miljoen flacons factor 20 besteld. In 2012 komt de zonvloed. De Tros kon daar niet meer op wachten en heeft besloten ons dit jaar al van de buis te halen. Ik geloof niks van die zonnestorm. Ene meneer Fens had ooit een filmpje waarin het hagelslag regende. Dat is ook nooit uitgekomen. Kijk even naar de punten. Een zwangere haai in Nieuw-Zeeland heeft 8 gezonde babyhaatjes op de wereld gezet... toen ze door een soortgenoot in haar buik werd gebeten. Maar er kan over alles gebeuren. Dat is bij de punten. Het is 6-7. De derde ronde. 4 foto's op een rij. 1 hoort er niet bij. Oftewel, waar is het